Zo, daar ligt hij. De nieuwste teller van de Black Series. Vers van de pers. Maanden geleden al op de foto geïntroduceerd. Eindelijk is hij nou binnen. Echt een boot van ongeëvenaarde kwaliteit. En waarom? Roestvrijstalen kleppen met motoren. Werken feilloos. Geen servootjes, geen magneetjes, niks. Gewoon echte motoren erin. Ga ik straks een ander filmpje ga ik dat even laten zien. En het sterke punt is natuurlijk weer de motoren. Deze boot die komt, dat is een teller van de Black Series, waar de Scorpion en de Python en de Hydra en de Mehmet, noem het allemaal maar op, vandaan komt. En die motoren die erin zitten, ja, die staan er bekend omdat ze geruisloos zijn. Hele lage toeren maken. En kogelgelagerd zijn, ja, onverwoestbare dingen. Dus dat is echt een pluspunt van deze boot. Natuurlijk een schitterend mooi model. Het is geen polyester meer zoals de vorige series. Hij is van dikwandig ABS gemaakt. Dus al met al een mooie schitterende boot. Er zit ook best nog wel een beetje gang in. Ik zal de klep even bedienen. Kunnen we dat ook nog even zien. Kijken of ik het zo in elkaar krijg. Zo kun je de kleppen mooi zien. Oh. Er is één open. Kan ook weer gesloten worden. Nou, dat was een andere, sorry. Dan ga ik ze weer dicht doen. Andere weer dicht. Ja, feilloos. Werkt super gaaf. In plaats van achter op de boot zitten de hoekreleases boven op de boot. Dat is ook uiteraard vanaf de center te bedienen. Links en rechts. We gaan er ook allerlei lampjes knipperen. Dus een mooi ding. Ja, en dan de snelheid. Er zit ook nog wel een beetje gang in. Maar dat is gebruikelijk voor de Black Series. Die boten varen eigenlijk altijd met een mooie uitvaarsnelheid, een mooie vaarsnelheid. Dat het allemaal niet te lang duurt. Zeker omdat je deze gewoon op de hand aan het besturen bent. De vaarrichting is kaars en kaarsrecht, ondanks dat het een tweemotorige boot is. En het is op de zender ook bij te trimmen, in dit geval. Normaal gesproken, ondanks wat heel veel mensen zeggen bij handgebouwde boten, is de rechtuit situatie is eigenlijk niet goed af te trimmen. Omdat de kanaal overlapping, zeg maar, als je de ene bijstelt en de andere bijstelt, dan het heeft altijd invloed op elkaar. Dus dat is, moet je elektronisch ondervangen. Met deze boot is dat uiteraard gebeurd. Dus deze kun je gewoon kaarsrecht laten varen, recht super. Het is niet de allergoedkoopste boot, maar goed, dat hoeft ook niet. Ik sta er niet bekend om de goedkoopste boten. Ik probeer wel de beste boten te maken. En de beste botenmaker te zijn. Nou, komt hij aan. Straks nog een toevoeging maken als we binnen zijn. Kunnen twee accu's in. Uiteraard om de as heen draaien. Mooi bootje, zonder meer. Mooie kleur, goede kwaliteit kunststof. Nou, dat was hem eventjes. Ik zal straks in de werkplaats nog wat details laten zien.